Het voorjaar is het moment voor de zeilmakers. Jaap Jongsma nodigt ons uit om een kijkje achter de schermen te nemen bij Zeilmakerij Molenaar. Jaap Jongsma, jij weet alles over het maken van zeilen. Waar moet ik aan denken als ik een nieuw zeil wil laten ontwerpen? Nou, je moet eerst van de klant moet ik eigenlijk weten wat heeft hij nodig. Hoe gaat hij zijn zeiltjes gebruiken? Is het een wedstrijdzeiler? Is het een retourzeiler? De eerste is met liggende banen, zoals wij dat noemen. Dus dit doek is heel erg sterk in de smalle kant van het doek. Dan hebben we radiale snit, de film, dat is een laminaat zonder dakrom. En de laatste zijn eigenlijk meer gebaseerd op de ronde platbodem. Nou, de wedstrijdzeilers, en dan bedoel ik voornamelijk de eenheidsklasse. Hier heb gewoon een paar stukken liggen. Dat is het Polycoat. Je hoort ook dat het gewoon hard gecoat is. Geeft ook aan dat het op zich kwetsbaar is. Wat nieuws op dit moment is het RSQ. Die is wat gebruiksvriendelijk. Dus als je een beetje knikt, dan zie je hier dus minder krakelé in dan het bestaande doek. De ontwerpfase gaat volledig digitaal. De standaard ontwerpen kunnen worden aangepast naar wens van de klant. Naast zeilmaker eigenlijk ook adviseur voor de zeiler. Nou ja, dat is wel eens ons dilemma. Buiten dat we zeilmakers zijn en ontwerpers, zijn we natuurlijk zelf ook zeilers. Ja. Dus we weten wel iets van trim en hoe een boot hard moet gaan. We hebben een ontwerp gemaakt en staan nu bij de plotter. Wat gebeurt hier? Ja? De plotter is onze grote vriend eigenlijk. Dat is eigenlijk de hart van ons bedrijf. Die vertaalt dus alles wat in het platte vlak getekend moet worden, zet deze daadwerkelijk op het doek. De banen zijn dus getekend, gesneden, worden ze in elkaar geplakt. En zo zie je dus ook al gelijk dat we veranderen van het platte vlak in het driedimensionale. En je ziet al dat er een balling zit in de banen. Bij het plakken van de banen wordt het zeil gecontroleerd. Als alles klopt, gaat het zeil naar de afwegingsfase. Dan zijn we bijna klaar en dan komt inderdaad het fysieke nog van de kousen in de gaten, in de hoeken, om de Cunninghamhals en de halshoek, schoot en top en rakhoek te plaatsen. En dan kan het zakje erom en de stekker erin.